En vandaag is de laatste bijeenkomst van Rowing Blind, waarin mensen met een visuele beperking leren kennis maken met de roeisport. Daphne, jij gaat heel brutaal op slag zitten. Ja, nou daar werd ik op ingedeeld, dus vandaar. Edwin, wat is er zo leuk aan roeien? Het is geweldig, ik kan er goed mijn ei in kwijt. En je kan gewoon lekker even je energie kwijt op het water. En roeien is afzien. En dat doen we ook dagelijks. Dit keer even niet, het is nu lekker droog. Maar we hebben wel een aantal keer flink in de regen aflopen zien, inderdaad. Dus ik vind het heerlijk. Het mag een klein beetje miezeren, maar roeiers zijn gewoon niet kleinzerig. Dus die gaan gewoon lekker de boot in bij Njord. Nou, twee keer gewonnen, Daphne. Ja, heerlijk. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd, maar is wel lekker. Het was de mannen tegen de vrouwen. Ja, en dat de vrouwen dan winnen is positief. Een beetje de kers op de taart. Zeker, zeker. Leuke afsluiting van het traject. En wat was voor jou de reden om te beginnen hier met de Rowing Blind? Mijn zicht neemt natuurlijk achteruit en dan kan ik bepaalde sporten niet meer zo goed doen. Dus ik was een beetje op zoek naar een nieuw iets wat ik leuk vond. En toen ben ik hier gaan kijken en ik vond het wel leuk, dus toen ben ik verder gegaan. Ja. Lekker geroeid? Nou zeker, ja, dit was echt afzien inderdaad. Dit was de eerste wedstrijd en dat was heel pittig, ja. Ja, zeker. Ja, en ook nog twee keer verloren. Dus vermeer het nog even in, ja, ja, bedankt. Inderdaad, klopt. Ja, maar dat is niet zo heel erg. We hebben echt genoten met z'n allen, dus we hebben het heel erg naar het zin gehad. Lekker te sporten en lekker bezig te zijn en weer wat meer conditie te krijgen. Dus, en dat is wel gelukt. En ik hoop dat we nog verder gaan met het roeien hierna. En nu heb je deze eerste cursus gedaan bij Rowing Blind. Smaakt het naar meer? Ja, denk het wel. Ik vond het wel echt een leuke uitdaging. Nou, de eerste running zit erop van Rowing Blind. Ja, dat was echt superleuk. Ook een hele leuke afsluiting. Iedereen die heel erg zijn best deed op het afstandje. De dames die hebben gewonnen. Ja, echt heel leuk. Ja. En Lise Duivenstein, wanneer komt de volgende lichting aan bod? Nou, hopelijk in maart of ietsje daarna, zodat de zon lekker schijnt. En dan, zodat we in het voorjaar nog een traject kunnen hebben. Nog niet alles is rond, maar we zijn druk bezig. En tot slot in het clubhuis een biertje, want het blijft natuurlijk wel een studentenvereniging.